Ja, wel. Aan het rijden zijn. Oké, dat is de eerste keer dat we statisch gaan laden. Martijn, zet het paneel maar open. Hoe hebben we? We halen 814 watt binnen. Woo! 814! Go. Wij hebben in het verleden eigenlijk nooit een software engineer gehad of iemand die daar speciaal voor werd aangenomen en daar echt heel erg goed in is. Maar sinds dit jaar is dat veranderd en hebben we Sjors dus bij ons team. En hij is de software manager en hij moet er dus voor zorgen dat alle juiste stukjes code op de juiste manier bij elkaar komen. En op die manier ook heel erg houdbaar blijft voor de toekomst. Ik ben Sjors en dit jaar doe ik de software bij het Nuon Solar team. En dat is een nieuwe functie en dat betekent dat ik dit jaar mezelf bezig heb gehouden met het ontwikkelen van de nieuwe boordcomputer. De boordcomputer van je auto is eigenlijk een soort van de brein van je auto. Dus als je bijvoorbeeld op cruise control wilt rijden, dan wil je dat de auto zo constant mogelijk rijdt. Maar als je dan een berg op gaat, dan moet je eigenlijk meer gas bijgeven. Nou, als je dat dan matig zou doen, dan zou je constant dat in de gaten moeten houden. En eigenlijk neemt de boordcomputer dat dus van je over. Ik heb ook een week bij TomTom gezeten en daar heb ik ontzettend veel geleerd over hoe displays werken. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel errors gezien. Samen hebben Dennis en ik ze één voor één allemaal weggewerkt. We hanteren op kantoor ook een clean desk policy, maar Sjors is hier eigenlijk een beetje een uitzondering op. Want eigenlijk heeft hij eigenlijk altijd allemaal kabels en de boordcomputer op zijn bureau liggen. Waarmee hij ter plekke kan testen of zijn nieuwe software werkt. Het project is voor mij geslaagd als wij in Zuid-Afrika met een auto kunnen rijden die betrouwbaar is en precies doet wat wij willen. En dat lijkt me echt heel vet als dat lukt.